Goedenavond allemaal. Wij gaan hier de nieuwe presentatie voor SkyWorld Community laten zien. Nieuwe onderdelen. Er wordt de komende tijd wordt er nog meer veranderd. Maar dan laten we dat u tijdig. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. Ik ben gestart in 2016. En ik ben inmiddels voor het achtste jaar in het bedrijf om uitleg te geven. Ik ben in juni 2020 voor heel Nederland gestart voor de techniek uit te leggen. En inmiddels ben ik topexpert en ben ik een van de communicatiepersonen in het land. Er zijn op dit moment veranderingen gaande en daarvan hebben ze dingen losgekoppeld. De ene kant is het Juninski Stringtechnologie geworden en wij zijn SkyWorld Community. Wij zijn het bedrijf dat een durfkapitaalplatform is wat investeringen aantrekt. En ze gaan deze investeringen, die zijn nodig om dit project te kunnen ondersteunen. En voor ons, wij krijgen daarvoor converteerbare leningen en die worden later omgezet in aandelen naar het bedrijf. De drie verschillende afdelingen die er zijn gemaakt zijn U-String Technologie. In het Ecotechnopark is een volgende afdeling gemaakt. En dan hebben we nog het U-Sky Test en Certificatiecentrum. Er is ook een splitsing gemaakt in de verschillende onderdelen van de bio-energie. De vruchtbare grond, dat is rechtsboven. Linksboven is voor de bio-energie. Dan heb je links onder de lineaire cities, de steden die ze gaan bouwen met de ecohuizen. En rechts is het transport. En ik hou me nu alleen maar bezig met het transport, omdat dat op dit moment het belangrijkste is. Maar de andere onderdelen die hier dus vermeld staan, die zijn voor hun net zo belangrijk. En natuurlijk ook voor ons, maar ik kan niet alles uitleggen, is veel te veel. Dus wij concentreren ons voorlopig op het transport. Dan hebben ze ook voor de nieuwe onderdelen verschillende kleuren. Dus in de toekomst is dat voor jullie makkelijker om te zien. Nu denk je, waar hebben ze het over? Maar dan hebben ze het blauw meer voor de financiële investeringskant, waar wij nu mee bezig zijn. Violet is het platform en de ontwikkeling daarvan. En groen is de sociale kant. En dat wijst eigenlijk naar de ondersteuning van de ecologische projecten. Dus, maar in de toekomst gaat u daar meer van zien. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om dit allemaal voor elkaar te krijgen voor ons allemaal. En we weten allemaal waar Juninski mee bezig is geweest. Hij zag de wereld eigenlijk in de problemen komen en daar wilde hij een oplossing voor hebben. En toen is hij zelf al 40 jaar geleden begonnen om erover te denken om uiteindelijk op dit project uit te komen. Dat heeft natuurlijk een heel lang voortraject gehad, maar wat we nu zien is gewoon geweldig. En vanaf 2015 hebben wij voor de mensen die het willen, die het kunnen, die hebben een ondersteuning kunnen geven en daar worden we binnenkort voor beloond. Dit is de heer Anatoly Juninski en bovenin links ziet u dat hij zit bij het laatste nieuwe model Centrots, dat een wagon is die tot een snelheid van 500 km per uur kan halen. En linksonder is zijn allereerste project dat hij dacht, dit moet naar boven, op de grond, al dat asfalt, dat kan niet, dieren en planten, het kan allemaal niet meer groeien en leven, dat moet anders. En toen ontdekte hij met een vrachtauto met stalen wielen op een rail naar boven dat het ook werkelijk ging. En dat is de start geweest van wat wij nu zien wat er ontwikkeld is. En dan zie je het hier hoe het op dit moment eruit kan zien. En dan zie je dus dat er veel minder grond nodig is. Er wordt geen asfalt neergelegd. Het is ook goedkoper straks voor het vervoer. Ze hebben ook minder materialen nodig. En daardoor is alles veel milieuvriendelijker. Sorry, maar ik heb het een beetje in mijn keel. Dus ik zal wat meer hoesten. Ik probeer het goed te vertellen. Maar ik zal iets langzamer en zachter praten. Dit zijn de wagons die gemaakt zijn voor het passagiersvervoer. En binnenin, dat zijn de onderdelen die gemaakt zijn voor de industrie. Containers en andere manieren van vervoer om de industrie te kunnen ondersteunen. Nou zeggen mensen, dat bestaat al lang. En inderdaad, in Duitsland en in China, daar hebben ze al kabelbanen. Maar die hebben, zoals je het zegt, het woord een kabel. De energie gebruiken ze nog gewoon. Het is een wagon die op fossiele grondstoffen rijdt. Dat wil zeggen dat de milieuvriendelijkheid niet verbeterd is.
En ook de kabelbanen in de sneeuwgebieden, die worden aan een kabel voortgetrokken. Daar zit geen motor in. Die kunnen nooit de snelheid halen. Dit is geen goede reden om een lang traject van stad naar stad te maken. Dus wat Janinski heeft is anders. Als je kijkt hoe dat ze normaal ook een weg aanleggen, een spoorbaan, dan wordt de grond geëgaliseerd. De dieren die daar leven en wonen, die moeten verhuizen. Janinski stringtechnologie laat de dieren leven en wonen. En die maakt de wegbedding op een tweede niveau. Daar worden de pilaren neergezet. Ze kunnen dichter bij elkaar, ze kunnen verder van elkaar. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. De kabel, de rode lijn die je ziet, dat is een kabel die getrokken wordt van getwiste snaren. En dat is heel sterk, want dat zie je bij ons ook met bruggen die opgehangen worden. Die hangen ook aan zo'n soort kabels. Als die kabels getrokken worden, moeten ze natuurlijk aan het uiteinde aan een goed station bevestigd worden, dat de pilaren ook blijven staan. En dat kan, en dat zie je in het klein, zoals een gitaar. Dat is een beetje makkelijker voor te stellen waarschijnlijk. Dan kun je ook aan de ene kant nog wat spanning erop zetten, meer of minder. En dat gebeurt daar in het groot. Maar als ze een snaar omhullen met een hard omhulsel, dan kan er nog een zwaarder wagontraject overheen. En zo hebben ze drie verschillende trajecten, zal ik het dadelijk over hebben. Maar als ze dan een trein eroverheen laten gaan en ze doen die in delen, dan kan er nog meer belast worden, want dan wordt de belasting verdeeld. Niet op één punt, maar op meerdere punten. Zo hebben ze ook de staal-op-staal wrijving voor de wielen. Dan verbruikt het veel minder energie, maar ze wekken wel hun eigen energie op. En rechts zie je een doorsnee van zo'n snaar. Dan zie je een vierkant omhulsel, daar overheen een harde metalen U-vorm. Die U-vorm is een heel goed, sterk materiaal wat tussen de 50 en 100 jaar gegarandeerd is. En daarbinnenin zie je de bekabels liggen. En die bekabeling die ligt in een materiaal wat zorgt dat er geen roestvorming kan komen. Dus dat is allemaal heel sterk en mooi gemaakt. En dan heb je ook nog de beveiliging. De beveiliging dat de wagon niet kan ontsporen. Dat zie je door de oranje rondjes. In die oranje rondjes daar zie je het ontsporingssysteem. Nou heb je ook de windsnelheid. Waarom kan een wagon zoveel snelheid halen? En dat heeft ook te maken met de windcirculatie. Bij een auto gaat de circulatie voor heel mooi vloeiend over een auto heen. Maar aan de achterkant, daar heb je een werveling die zorgt dat de snelheid vermindert. Bij rechts, bij de U-Sky, bij de U-Flash, daar gaat de wind van voren heel goed overheen. En aan de achterkant gaat die vloeiend weg. Dat wil dus zeggen dat hij een snelheid meer kan halen. De snelheid om die 500 km per uur te halen is daardoor veel gemakkelijker. Wat kunnen ze daarmee bereiken? Een beter leefmilieu voor dieren, versnellen van het transport, oplossen van files. En alles is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. En ze hebben ook een eigen opleidingscentrum. Want dit is een hele nieuwe manier van techniek. En de testparken worden dicht bij de universiteiten gebouwd. En leerlingen die komen daar kijken om te leren. En er zijn inmiddels ook leerlingen afgestudeerd. En rechtsonder zie je een plaatje waar leerlingen in het houten ecohuis staan. Bij de mini-opstelling. Ik ben er ook geweest. Ik heb het zelf gezien hoe het is. Het is echt heel indrukwekkend om dat te zien. Hier had ik het net over, de verschillende spoorconstructies. De bovenste is de doorhangende, waar geen echte harde verbindingen binnenin zitten. De tweede is de enkele spoorstructuur en de onderste is de dubbele spoorstructuur. Bij de dubbele spoorstructuur kan er boven en onder een wagon overheen rijden. En onderin zie je het verschil. Links zie je met de harde omhulsel waar de polymeeroplossing in zit met de bekabeling erin. En rechts, daar zit de bekabeling in een hele kleine polymeeroplossing, maar dat is ook om roestvorming tegen te gaan. En als je ziet hoe groot dat die bril is en dat de spoorstructuur waar de wagon aan hangt veel smaller is, dan kun je wel voorstellen hoe sterk dat dit is. Maar alvorens dat ze de markt betreden, moet er overal certificaten voor zijn. Er moeten goedkeuringen voor zijn. Veiligheidsnormen moeten er afgegeven worden. En dat bevestigt dat een
test ze goed is doorstaan. En wat hebben ze daarvoor als doel? Om de stijfheid en de flexibele spoorstructuur goed, de belasting daarvan te bekijken. Maar het is ook afhankelijk van de temperatuurimpact en de berekening van krachten van spanningsbereik en alles. En daar zitten mensen op kantoren die daar heel veel informatie over weten en kennen en voor ons daarvoor verzorgen. Wij hoeven verder niks te doen als te luisteren. En daarvoor krijgen ze certificaten, patenten en onderscheidingen. En vooral patenten, dat is natuurlijk heel belangrijk. En die hebben ze heel veel. Meer dan 100 heb ik begrepen. En hier zie je ook nog dat ze best belangrijk zijn. Want in 2019 waren ze een van de experts in een VN-programma voor duurzame ontwikkeling. In 2019 al, hè? En ook in 2018 hebben ze al een certificaat gekregen voor de Europese Unie. Want bij die pijl, daar zie je staan Brussel, 16 februari 2018. Wat was er toen gebeurd? Toen zijn ze lid geworden van de Internationale Association of Public Transport, de UITP. En dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en onderzoekorganisaties uit meer dan 96 landen. En daar mochten ze lid van worden. Nou, dat is een hele belangrijke beslissing. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, maar hoe zit dat dan? Ik snap er niks van, veel te ingewikkeld allemaal, dat kan niet, dit klopt niet. En ik ben technisch, ik ken het. Nou, dan kunnen ze naar de website gaan van Janinski.engineer en dan kunnen ze hartje ophalen aan alle technische dingen. En wij kunnen naar een andere site van rsw-systems.com en dan kunnen we het op een makkelijke manier lezen om voor ons duidelijk te krijgen wat ze precies gedaan hebben. Dit zijn de verschillende modellen die gemaakt zijn. Links, dat zijn alle passagiersmodellen die tot 150 km per uur kunnen. En aan de rechterkant zie je bovenin zie je de hoge snelheidswagon Flash. En die kan tot 500 km per uur. Daaronder heb ik blauw dat plaatje bijgezet. Dat is de Unilight. En dat is het eerste model wat officieel in gebruik genomen gaat worden. En dat is naast het park, naar de visvijver. En dat model, wat in gebruik genomen gaat worden, dat is ook verkocht aan een land. En dat is afgeleid, dat zijn de twee onderste, die zijn afgeleid van dit blauwe. Tekening bovenin zie je niet zo goed, maar de foto, dan kijk je van de voorkant. En dat model is gebruikt om verder te ontwikkelen, omdat ze er landen waren die niet zo'n luxe wagons wilden hebben, maar die wilden een eenvoudigere, maar wel veilig natuurlijk, maar eenvoudig, niet met alle luxe en met die dure leren bekleding en zo. En dat is ontwikkeld en dat is al in de testfase. En dan heb je hier nog voor de industrie modellen. En dan zie je de transportband onderin, de twee onderste. Die kan van een mijnbouwgebied naar een fabriek getransporteerd worden. En bovenin zie je de container. En de container, die in de kleine container, is al getest op het park, ook in de Verenigde Arabische Emiraten. En sinds kort is de nieuwe route klaar van 2,5 kilometer, trek 4. En daarin kunnen ze de zware containers testen. En wat nu gedaan, ze hebben al heel veel data voor de container op de kleine testlijn kunnen testen. Maar nu moeten ze bepaalde dingen, zoals de snelheid. Hij moet een snelheid van 120 km per uur halen. Die kan nu op de 2,5 km baan getest worden. En zodra dat klaar is, dan kan men in verschillende havens een prijs afgeven voor de ontwikkeling en de verkoop van deze banen. Wij kennen al verschillende plaatsen waar dat naartoe gaat, ook met een land hier dicht bij ons. Ik mag het even de naam nog niet noemen, maar daar weet ik dat ze staan te wachten om de prijs te horen, om ja te zeggen. Nou, dat is heel mooi. Het is een land naast ons en wij kunnen daar straks ook zelf naartoe om te gaan kijken dat het ook echt waar is wat ze daar aan het bouwen zijn en hoe de verbouwing gaat. En dan zie je hier de transportband even in het groot. Het is gewoon mooi om te zien. Nou hebben ze twee prioriteitsrichtingen, zoals u begrijpt. De passagiersvervoer en het containervervoer. En hier zie je het kantoor. Mensen zijn er hard aan het werken. Het is nieuw een kantoor rechtsboven. Rechtsonder zie je de allereerste fabriekshal met dat witte, het eerste kleine kantoortje waar ze mee begonnen zijn. Maar inmiddels werken er meer dan 700 ingenieurs. En in totaal hebben ze meer dan 1000 man personeel. En de totale oppervlakte voor het kantoor en productiefaciliteiten is inmiddels meer dan 10.000 vierkante meter. Ze zijn echt hard aan het groeien. Maar ze zijn begonnen
niet ver van Minsk, in Marina Gorka. En daar hebben ze een oud, vervuild militair terrein gekregen. En dat hebben ze kunnen ontwikkelen. En als je dan de volgende pagina dadelijk ziet, let even op achterin die foto. Daar zie je heel ver in de verte een vijver. En op de nieuwe foto zie je al hoe dat ze in 2019 de vijver al verder ontwikkeld hadden. En nu wordt die nog verder ontwikkeld. En naast dit park, van de weg onderin tot de vijver, daarachterin is ook een bungalowpark, daar wordt het allereerste traject geopend waar mensen tegen betaling kunnen reizen. Want achterin er is een bungalowpark waar ecohuizen staan, waar mensen op vakantie kunnen. Kunnen ze een huisje huren en daar kunnen ze vissen. Want het is vooral dus bedoeld voor de mensen die heel graag willen vissen. Die kunnen daar overnachten. Alle faciliteiten voor vissen zijn daar. En dan kan men hun hartje ophalen. En dat is vanaf deze kant gezien. Zie je de huisjes linksboven. Rechts zie je iemand die daar kan vissen. En hier de onderste foto, dan zie je vanaf de andere kant, als wat ik net liet zien, hoe dat het daar ontwikkeld is. We hebben het heel lang niet kunnen zien. Een maand geleden heb ik een filmpje gekregen van de Vietnamezen. En daar heb ik hier gauw een foto uitgehaald. Maar verder is er nog niks over bekend, maar in het filmpje is officieel bekend. Mag ik dit laten zien? En dat is de allereerste keer dat ik het zelf ook zag. Dus ik vind het heel leuk om het jullie te laten zien. Er komt straks dus veel meer wat we allemaal horen als nu alleen het vervoertraject. Maar om dat allemaal nu uit te moeten gaan leggen, het is gewoon mooi. We gaan er straks iets over krijgen. En voor ons is vooral het vervoer belangrijk. Nou zijn er ook mensen die zeggen, ja maar, er hoog in de lucht. Als er iets gebeurt met die wagon en die staat stil, wat dan? Nou, dat is geen probleem, want op dat kleine plaatje rechtsonder zie je dat elke wagon heeft een voor en achter, een soort trekhaak. En staat er een wagon stil, dan komt de volgende, die koppelt hem aan en die neemt hem mee naar de volgende station. En dan kunnen mensen gewoon uitstappen. Dan gaan we nu naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dan moet je even kijken, Dubai is een ander district als Sharia en ook Abu Dhabi. We gaan het nu vooral hebben over Sharia. En de leiders van Sharia, die hebben in april 2018 voor de eerste keer gezien dat er dit bestond. Op een beurs zagen ze dat bij hun. En ze zijn in gesprek gegaan met Anatol Janinsky en in september 2018 hebben ze hun eerste handtekening gezet onder een heel groot contract. Ze hebben heel veel geld gegeven, heel fase 11 opgekocht en dat stuk grond gegeven in Sharia. En dat was dichtbij een universiteit, daar kon samengewerkt worden met een universiteit. En daar is Anatol Janinsky gaan bouwen. Ze zijn toen ze de handtekening gezet hebben, naar dat stuk grond toegegaan, de officiële opening gedaan. U ziet rechtsonder de paar auto's die er staan, een paar mensen in het klein erbij. Maar daar is de officiële opening toen gedaan en vanaf toen kon dit project eigenlijk niet meer kapot. En het eerste traject wat ze klaar hadden was het 400 meter lange traject. U ziet achterin dat het station nog helemaal in opbouw is, maar het traject was klaar, want men wilde zo snel mogelijk beginnen om data te verzamelen, want dat moet van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, van zonsopkomst tot zonsondergang, om te testen hoe dit systeem zich houdt. En voor de veiligheidsnormen is dat heel belangrijk, want kou en warmte, dat doet heel veel op rails en ook op de wagons en alles meer. En er mag niks gebeuren, want dan zou het helemaal kapot gaan. Dus we moeten zorgen dat dit helemaal veilig is en daar wordt ook flink aan gewerkt. En nadat de certificaten van veiligheid afgegeven zijn, dan pas mogen er mensen in mee gaan rijden. En tot die tijd doen ze het met zware zandzakken. Dit is het centrum in Sharia. Het houten ecohuis linksboven, zie je, is op dit moment ook helemaal klaar. Daar ben ik in geweest. Super mooi om te zien. En het middelste, dat is de tuin als je binnenkomt. En daaronder het midden, onderin in het midden, daar zie je hoe het nu al volgroeid is. En het is heel raar als je daar binnen loopt in dat ecohuis. Buiten is het warm en je loopt daar binnen en dan heb je zoiets van, hè? Het voelt gewoon niet koud aan, geen airco gevoel, maar het is niet meer heet. Zo raar, echt heel mooi om mee te maken. Ja, rechtsonder zie je nog een station dat in aanbouw is. Dit is de binnenkant van het station. Want ze zijn er ook al klaar, maar er meerdere gebouwd. En rechtsboven, daar zie je de bekabeling die ze aan het maken zijn voor trek 4. En die is inmiddels klaar. Daar heb ik nog geen foto's van dat ze klaar zijn. Maar hij is klaar en ze kunnen gaan testen. Dat heb ik al gehoord.
Hier zie je een aantal foto's waar ze mee bezig waren toen ze die bekabeling aan het leggen waren. Vind ik wel heel mooi om even te laten zien. Want dit hebben we maanden kunnen volgen, al die bekabeling die ze legden. En hier het onderste blaadje, dan kijk je naar vanaf de universiteit naar het park. En deze pilaren die staan er tot de universiteit. Dus leerlingen kunnen straks waarschijnlijk gewoon vanuit de universiteit naar het ecopark en weer terug. En deze lijn blijkt doorgetrokken te gaan worden ook nog naar een vliegveld. Het is er nog vlakbij. Hier zie je nog een paar foto's. En hier bij die pijl, daar zie je een maquette. En in die maquette daar kun je, is het ook het systeem van Janinski tussengezet. Het is haast niet te zien, maar daar staan de sheiks nu naar te kijken dat ze een in aanbouw zijn de stad hebben. En waar ook het systeem in geïmplementeerd gaat worden. Anatol Janinski heeft ook een interview gegeven op de Emiraten TV. En daar heeft hij van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vertellen over de technologie in de 4 jaar dat ze daar in de Verenigde Arabische Emiraten waren. Want in de stad Sharjah wordt dat ontwikkeld. Ze testen daar alles, ook problemen met stadiononderhoud eventueel, maar ook kettingrailviaducten, het geautomatiseerde systeem van de voorziening ook, en andere bouwstenen, en die zijn allemaal opgelost. Ik heb het gezien. Vooral het geautomatiseerde systeem is heel mooi, want in het station, daar zit altijd een man achter computerschermen, en die kan alles precies volgen. Hij kan alles zien, maar hij kan ook met de mensen praten in die wagons. Dus ben je dingen aan het doen die niet door de beugel kunnen, dan kan hij je meteen tot de orde roepen en de deur dicht houden als je op het station is, zodat eventueel beveiliging kan komen om de mensen op te pakken, te arresteren of wat dan ook. Er worden niet alleen testbanen gebouwd, maar ook innovatieve technologieplatforms. En ook alle bijbehorende infrastructuur voor die platforms, daar wordt ook allemaal gebouwd. Er gebeurt achter de schermen heel, heel veel. Oh, hier zie je het, de schermen waar ik het net over had, linksonder. Daar zit zo'n man en die kan precies in die oude wagons overal kijken. Dat is heel mooi om te zien. En boven die tekeningetjes, dan zie je dat echt ook de foto's van de schermen. Dus hij zit 8 schermen tegelijk in de gaten te houden. En hier zie je in de fabriek de wagons die gebouwd worden. Rechts de 2 plaatjes, dat is de U-Flash. En links, dat is die nieuwe wagon waar ik het net over had, die gemaakt is om iets goedkoper te kunnen zijn, dat mensen ook niet zo dure kaartjes hoeven te kopen en dat mensen heel snel veilig en goedkoop van A naar B kunnen reizen. Deze wagon werd hier ingepakt om op transport te gaan. En die zal eind februari aankomen in de Verenigde Arabische Emiraten. Waar hij dan ook een tijd getest zal moeten worden. Voordat men het ook echt mag gaan, mensen in mag gaan laten reizen en verkopen. Ze hebben inmiddels een certificaat gekregen voor warm klimaat voor heel veel verschillende modellen. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Alles moet daarin getest worden. En daardoor voldoen ze aan de wereldwijde eisen van betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En dat zal dus het besluitvormingsproces voor toekomstige klanten over de hele wereld vereenvoudigen. Dat wil zeggen dat geen één land nog test moet doen of van alles moet zien te regelen of te doen om het veilig te laten zijn om in hun land te mogen bouwen. Geen één enkel land in de wereld hoeft nu nog zelf testen te gaan doen. Door deze certificering, waar je rechtsboven ziet de Anatol Janinski het certificaat omhoog houdt, is daaraan voldaan. Er zijn alle tests gedaan, de UITP, die heeft dat ook allemaal gecontroleerd en getest. En als die een certificaat uitgeven, dan is dat heel, heel belangrijk. Er zullen er nog wel meerdere komen, maar wij zijn altijd blij als er weer een certificaat komt, want dat is gewoon heel goed nieuws. Inmiddels zijn ze in gesprek met verschillende autoriteiten van landen. Niet alleen in Abu Dhabi, Dubai en Sharjah, zoals ik daarnet liet zien op het plaatje. Maar ook in de buurlanden, zoals Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. Daar zijn ook gesprekken mee aan de gang. Sommige zijn al best ver. Ook in Sharjah, in Dubai,
Zou een lijn komen van 15 kilometer en 21 stations. Daar hebben we het heel, heel lang over gehad. En Janinske zei destijds, we doen mee met de aanbesteding en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien bij Tjus, ga je de beste oplossing voor Dubai. Maar het is wel aan de heersers van Dubai om te beslissen. En inmiddels weten we dat Janinske de aanbesteding heeft gewonnen. En dat is bekendgemaakt op de Intertrans in Berlijn. Heel mooi. Daar heeft de Emiraten hadden daar die hadden daar een plaats en daar middenin hadden ze een hele grote, ja, grote buis neergezet en daarin stond de container. Op de container de vervoer van voor passagiers, kan even niet op de naam komen. Maar dat stond daar en dat was de bekendmaking voor ons. Dat het goed was, dat zij het zelf naar buiten hebben gebracht. En zo mogen de landen het in eerste instantie zelf naar buiten brengen. Want Anatoly Janinski moet altijd geheimhoudingscertificaten ondertekenen, waarin het land het als eerste naar buiten mag brengen. En zodra het land het als eerste naar buiten heeft gebracht, dan mogen wij het bekendmaken. En dat was daar gebeurd. Dat is heel mooi. En waar China, de VS, Israël en Frankrijk waren ook betrokken bij de competitie, maar gelukkig hebben wij gewonnen. En Sharia, die heeft ook een aanbesteding uitgezet voor 125 kilometer van links van Sharia naar rechts naar Korfakam. En dat is 125 kilometer, 100 kilometer glad terrein en 25 kilometer door bergen. En Anatoly Janinski heeft daar ook een prijs voor neergelegd, maar hij heeft ook nog iets neergelegd voor de berekening voor in de stad. Dus om in de stad ook dat vervoerssysteem te bouwen. Dus niet alleen na de haven, maar ook in het stedelijk gebied. Dan gaan we nu naar Dubai. En hier zullen wij verder niks van horen. Dit is het enige wat we verteld hebben gekregen. Men zal alles in Dubai vertellen over de 15 kilometer. Maar deze aanleg van vliegveld naar vliegveld en van beide vliegvelden naar de haven, dat traject... Dat is dit, waarschijnlijk zal dit het enige zijn wat ze vertellen, want ze willen alles van Dubai naar buiten brengen en de andere drie trajecten die ze gaan bouwen, die worden pas verteld, vertelden ze mij, als het klaar is. Dus misschien hoop ik dat we wel eerder iets horen, maar dat is op dit moment gezegd. Hier zie je Oleg Saresky, dat is een hele belangrijke man, die gaat ook vanuit de Verenigde Arabische Emiraten alle verkoop naar alle landen doen. Oleg Saresky is bij alle belangrijke uitreikingen, beslissingen en alles meer. Hij is echt een hele belangrijke man in de Verenigde Arabische Emiraten. De voordelen hiervan zijn dat alle belangrijke logistieke problemen worden opgelost, laat- en lostijden aanzienlijk worden verkort en ook bijna geen grond nodig is en geen dure terminals. En als je rechts kijkt, rechts onder het plaatje, dan zie je dat er ook niet veel grond aangekocht hoeft te worden, want de tussenstroken, tussensnelwegen kunnen gebruikt worden om dit vervoer te bouwen. Yuskai Transport en Infrastructuur onderscheidt zich door zijn hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, de hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid voor het personenvervoer en vrachtvervoer. Het is ook bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen, betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen en het is bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En ze zijn ook heel milieuvriendelijk, want deze verhoogde route is goed voor de biodiversiteit in natuurgebieden en deze baan vernietigt geen vruchtbare grond en ook niet de vegetatie die erop groeit. Dus de trekroutes van dieren kunnen gewoon intact blijven, worden niet geblokkeerd. Als je dan kijkt naar de kosten, een hoge snelheidsweg, die kost in Europa gemiddeld ongeveer 30 miljoen per kilometer om aan te leggen. En het jaarlijkse onderhoud, dat is ook nog eens $100.000 per kilometer. Dat is heel veel per kilometer. Als je dan kijkt naar de Hyperloop, waar ze het allemaal over hebben, die wordt geschat op zeker 50 miljoen per kilometer, maar deze technologie is nog in de conceptfase. En we weten allemaal, op het moment dat ze gaan bouwen, wordt het allemaal maar duurder en duurder en duurder. En als je kijkt naar een metro, er zijn metro's die gebouwd worden dat de prijs kan oplopen tot 150 miljoen per kilometer. En dan ben je snel erheen als je met een hoge snelheid eroverheen gaat. Maar datzelfde deel, als je dan kijkt met het innovatieve transport van Janinske stringtechnologie, dan is de gemiddelde prijs ongeveer 10 miljoen. De prijs zal liggen tussen
de 5 en de 15 miljoen. Soms 1 miljoen, maar tussen de 5 en de 15 miljoen. En dan is de gemiddelde prijs om het hoog te houden 10 miljoen per kilometer. Dat scheelt een heel stuk. Dat is echt heel, heel veel verschil. Plus de onderhoudskosten zijn er bijna niet. Want die wagons die hebben blazers boven de rails. En die blazen constant die rails schoon. Dus geen blaadjes op de rails. Maar onderhoudskosten zijn er bijna niet. Dus dit gaat echt heel veel veranderen in de vervoerswereld. Ik ben altijd heel trots om te kunnen zeggen dat we ook samenwerking hebben met partners. En vooral mensen uit België, die vinden dit heel fantastisch. Want het bedrijf Bekaert, wij in Nederland kennen het niet. Maar onze Belgische collega's, die als die hoorden van dat Bekaert een samenwerkingsverband had getekend met Chinese technologie om overal op de wereld deze bekabeling te gaan leveren. Nou, die Belgen zeiden nou, als Bekaert daarmee samen gaat werken, dan moet het wel goed zijn. En dan geloven ze erin. Dus dat is wel heel mooi, want die kennen het bedrijf en die weten dat zo'n bedrijf ze echt geen slechte naam kan, zich kan veroorloven. Dus die hebben het echt ook wel goed onderzocht. En als je dan hier kijkt, dit is in het park in Belarus, in Mirena Gorka. En dan zie je de kiezelsteentjes op de grond liggen. Ik heb zo meteen ook nog een foto, dan zie je echt zand op de grond. Hier in Mirena Gorka, deze bekabeling, zal er inmiddels hangen voor het eerste commerciële park, of het park voor de commerciële route die ze gaan aanleggen. En deze bekabeling, die bekabels lagen daar. En dat is echt geleverd door Uninsky String, door Bekaert aan Uninsky String Technologie. Kijk, het is heel duidelijk, dat staat er op de bekabeling, op de rollen. Heel mooi. Hier nog een foto van het laatste deel van de bouw van de track 4 op het park in de Verenigde Arabische Emiraten. En dan zie je rechts, links bij die pijl, daar heb ik even de pijl neergezet, daar ligt die bekabeling. Ook van Bekaert. En hier de toegangsweg naar het park. Je ziet het daartussen, die handen in van die mannen. Dan zie je de auto, die rijdt het park af. Dat is ook de toegangsweg naar het park. En Uninsky, Anatoly Uninsky staat hier links. En rechts staat zijn zoon. Wat is er allemaal gerealiseerd? Want het is best wel veel als je even terugkijkt in die jaren. In 2015 hebben ze een stuk grond gekregen. In 2016 was de eerste Unitruck een feit die kon getest worden. Snel, binnen een jaar. In 2017 zijn de Unibus en de Unicar erbij gekomen. In 2018 hebben de Arabieren een handtekening gezet. En in 2019 was het eerste traject bij de Arabieren in gebruik. En in 2020 ongeveer is de Uniflash gekomen. En in 2021 en 2022 hebben ze de Unicont ontwikkeld en getest. Gebouwd in de beide parken. En inmiddels is de lijn klaar van de track 4 in de Verenigde Arabische Emiraten, waar ze de grote container kunnen gaan testen. En er is natuurlijk ook heel veel nieuwszenders hebben er aandacht aan besteed. Op een gegeven moment was er een verslaggever die dit hoorde. En die hebben er ook, hij wilde gaan kijken, heeft er aandacht aan gespendeerd, een filmpje gemaakt. En toen dat viraal ging, toen zijn Fox News, CNN en heel veel andere nieuwszenders kwamen meteen ook met delen van zijn nieuws. En rechtsonder zie je het blad Construction Week. En die heeft er ook tijd aan gespendeerd. En heel veel tijd en heel veel pagina's. Want die hebben niet alleen de voorpagina, maar ook middenin heel veel omschreven over Uninsky String Technologie. En dat is alleen maar heel, heel goed. Deze mediabron die schreef op een gegeven moment ook dat Uninsky String Technologie het passagierssegment implementeert. Lijkt het erop dat het transport- en infrastructuurcomplex van het bedrijf een meer levensvatbare oplossing zou kunnen zijn dan misschien het overschatte project van Virsing Hyperloop. Want dat Anatoly Uninsky ook bezig is om een snellere verbindingen en lijnen en snelheid te kunnen maken, dat is duidelijk. Maar nu zijn mediabedrijven en anderen die hebben er al meer aandacht aan gespendeerd en die zijn gaan kijken en luisteren. En die hebben dus gehoord dat Uninsky String Technologie er ook mee bezig is. En hierna kan ik even laten zien dat ze schrijven dat ze zeer enthousiast waren in de media over de idee van Virsing Hyperloop. Maar dat het concept ook leidde tot veel discussie tussen wetenschappers en ingenieurs die twijfelden. En Virsing Hyperloop zei dat ze het konden versnellen tot meer dan 1000 km/u. En dat ze in praktijk gingen brengen. Maar wat schrijven ze nu? Dat ze denken dat Uninsky String Technologie Hyperloop heeft verslagen.
En ze schrijven: het ingenieursbureau gaat het passagierssegment in de praktijk wel brengen, terwijl Virgin Hyperloop het idee van het passagiersvervoer verlaat. Dat wil niet zeggen dat ze er helemaal mee stoppen. Virgin Hyperloop stopt ermee, maar die hebben nooit geen patent aangevraagd. En dat wil zeggen dat iedereen dit mag gaan bouwen. Die mogen dus van de technische kennis gebruik maken. Want vorig jaar maakte Virgin Hyperloop officieel bekend dat ze het hebben losgelaten. En het blad World Today schreef dat ze begrepen dat de pandemie ook voor de activiteiten van Chinese stringtechnologie ernstige moeilijkheden moeten hebben gehad. Maar ook in deze moeilijke omstandigheden die de pandemie veroorzaakte, gaven ze hun plannen niet op. En meteen daarna heeft Chinese ook een certificaat gekregen voor conformiteit van de veiligheidseisen van de TÜV SW, en dat is ook een wereldwijde organisatie die testen doet. En ze hebben toen ook hun commerciële projecten aangekondigd. En als je in het Eco-Technopark bent, in het Eco-huis, dan kun je dat ook zien. Je ziet daar, valt niet op als je de foto ziet, maar dan zie je dat daar ook een Hyperloop-versie is gebouwd. Ze hebben ook nog verbeterde Unibus geïnstalleerd. Ze blijven telkens verbeteren. De modellen die worden getest en ze vinden telkens toch ook weer verbeteringen wat ze kunnen doen. En er worden telkens weer getest en wijzigingen aangebracht, nieuwe modellen gebouwd of weer uitgevoerd of aangepast. En ze hebben de belangrijkste prestaties op dit moment zijn de verbeterde parameters. En nadat de Unimobiel op de bouwconstructie van het Ecotechnopark was geïnstalleerd, konden ze ook alles in bedrijf gaan stellen van dit model. Want dit is een model waar 25 passagiers straks in kunnen en wat ze nu in het hete klimaat ook aan het testen zijn. Er zijn op dit moment al verschillende gesprekken met landen en die testritten hebben gemaakt. En de landen waar hoogwaardigheidsbekleders zijn geweest om te komen kijken zijn Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en het Koninkrijk Lesotho. En de koning en koningin van Lesotho hebben wij gezien. Earl en ik waren in de Verenigde Arabische Emiraten destijds om het voor de eerste keer zelf te zien. En toen moesten we wachten, want er kwam een hele delegatie aan van geblindeerde wagens. En daar stapte de koning en koningin uit. Dat wisten wij op dat moment niet. We vonden het alleen raar dat wij moesten wachten en hij voor mocht. Maar ja, een week later kregen wij een filmpje te zien. En toen snapten wij het wel dat wij voor heel hoog bezoek even hebben moeten wachten. Het was wel leuk om te zien dat er toch andere mensen kwamen met heel veel beveiligingen bij. En ja, toch iets speciaals meegemaakt daardoor. Er zijn ook al landen die in gesprek zijn met Chinese stringtechnologie. Ik heb straks nog meer, maar dit is wat we vorige week alleen nog maar wisten. Dat zijn Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Indonesië, India, Brazilië, Frankrijk, Rwanda, Zweden, Mexico en Ecuador. Dus je ziet ook Europese landen zijn in gesprek. Dit is het Ecopark. En dit is het Ecohuis. En bovenin, bij de bovenste pijl, zie je de flexibele spoorstructuur. Onderin, achterin bij de pijl, de onderste is de woontoren. En hiervoorin zien we de dubbele spoorstructuur. Bovenin ook met dubbele wagons. Onderin hangt er ook een wagon aan, maar dat zie je op deze foto niet. En binnenin zit een buis. En dan mogen jullie je fantasie over laten gaan, want daar mag ik nou niks van zeggen. Dit is ook waar dat ze patent gekregen hebben op deze dubbele wagon. En die patent hebben ze gekregen in 2018. Augustus 2018 hebben ze het gekregen. Dus dat is wel heel mooi. Nee, mei 2018. Augustus 2018 hebben ze het aangevraagd. Sorry. Mei 2020 hebben ze de patent toegewezen gekregen. Heel mooi. Patenten zijn belangrijk. Mag 15 jaar mag ik geen concurrentie dit gaan bouwen. Hier foto's van een aantal delegaties die zijn geweest. En dit zijn dus hoogwaardigheidsbekleders, maar ook mensen van andere organisaties, van de politiek of weet ik wat ik moet zeggen. In ieder geval, een hoogwaardigheidsbekleder komt één of met tweeën. Hier zie je een grotere groep, dus dat wil zeggen dat ze al veel verder zijn in gesprekken. Hier heb je India, die zijn ook weer geweest. En die komen kijken voor een
traject voor hogere, met hoge temperaturen, dat eventueel tot plus 55 graden Celsius kan draaien. En dat het ook binnenklimaat lekker koel is. Hier zie je de afgevaardigden uit Vietnam, dat ze echt in gesprek zijn en alles krijgen. En hier zijn ze weer in het computercentrum. Oh nee, wacht, ze hun niet. Dat zijn, is Anna Scheik, de prinses van de Filipijnen. Iedereen die op het park is geweest van de vorige pagina, waar, ik, waar je ziet dat ze in de wagon zitten, die mogen daarna, als ze uitstappen, kunnen ze hier komen kijken in het controlecentrum. En links is dus de prinses van de Filipijnen. Hier is de Republiek Paraguay, zijn de afgevaardigden ervan. Hier van Brazilië, maar dit zijn al overheidsfunctionarissen, burgemeesters en ondernemers uit Brazilië. Die krijgen rondleiding. En dan mag je zelf bij bedenken wat dat wil zeggen. Mag nog niet meer zeggen. De heer František Solár, die is in Vietnam geweest, samen met Maslow, Vladimir Maslow. En die hebben in Vietnam een nieuw bedrijf opgericht, Viettransnet. En dat hebben ze gedaan omdat er in Vietnam veel gebouwd gaat worden. En dan in elk land maken ze een nieuwe afdeling. En dan kunnen ze vanuit dat land alles begeleiden en ja, ontwikkelen. En dat is gewoon heel belangrijk. Korea is er ook geweest. Rechtsboven zie je ze weer in het centrum, in het controlecentrum. En rechtsonder zie je ze wijzen daar naar die wagon die bovenin hangt als je goed kijkt. En hier zie je de buis tussen de rails alweer beter. Van Kiersingen, daar is ook iemand geweest. En dat is Sarapet Masitova. En zij is algemeen directeur van twee bouwbedrijven in Kiersingen. En mensen die van bouwbedrijven komen kijken, die moeten natuurlijk weten hoe een traject gebouwd moet worden. Anders weten ze nog niet hoe ze het in hun land moeten bouwen. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Ook Rwanda zijn we eens kijken. Dat is de ambassadeur en een collega. En dit is het openbaar vervoerproject voor Rwanda. Zij willen dus die afgeleide van die wagon die ik daar straks heb laten zien. En ze willen van twee verschillende wagons, is het uitgangspunt dat ze daarin geïnteresseerd zijn om daar verder uitvoering te geven aan deze modellen. Dus op het moment als een land daarvoor tekent en betaalt, dan gaan ze het ontwikkelen. Kijk, hier eens even dichterbij in de fabriek, zonder dat ze in die houten kooi of die ijzeren kooi zitten. En als je weet dat er aan zo'n ontwikkeling van zo'n wagon meer dan 50 ontwerpbureaus bezig zijn, en dat moet allemaal samenwerken en moet ontwikkeld worden. En als je dan ziet dat dit binnen een jaar gedaan is, dan is het alleen maar petje af dat ze dit zo vlug kunnen doen. Heel veel mensen zeggen, het duurt zo lang, maar kijk eens wat er gebeuren moet. En dan voor één zo'n wagon meer dan 50 ontwerpbureaus en ingenieurs natuurlijk ook die weer hieraan moeten werken. En mensen die opgeleid moeten worden om dit allemaal te kunnen doen. Ze zijn echt hard aan het werken. Dit is de koning van Lesotho. Dan zie je ze rechts op het plaatje. Wij hebben ze gezien in die mooie jurken. Earl en ik zeiden van wauw, kijk daar. En later zagen wij dus de film langskomen. Dat ze daar kwamen kijken. En dat is toch wel heel leuk om dat meegemaakt te hebben. En linksonder zie je het plaatje dat de koning in het computercentrum zit. Om uitleg te krijgen hoe het allemaal werkt. En Lesotho ligt in Zuid-Afrika. En dat is even heel belangrijk om te weten, want Lesotho heeft geen haven. En wat willen ze nu? Ze willen van Lesotho, het land Lesotho, naar de haven Durban, rechts daarvan, willen ze een traject aanleggen. En de koning was zo enthousiast hierover, dat hij gezegd heeft dat de bedrijven die willen investeren, dat hij dat heel erg ondersteunt. En hij zegt, dit gaat voor ons problemen oplossen in de landbouwsector. Want daardoor kan de overheid, als ze dat project ondersteunen, kunnen er investeringen aangetrokken worden, maar kunnen de mensen in het land een betere ja, kwaliteit van leven krijgen. Want ze krijgen gewoon hun producten eerder op de plaats van bestemming. Het ziet er allemaal beter uit en er wordt er beter voor betaald. Nou is het natuurlijk ook belangrijk om het microklimaatsysteem in de wagons op temperatuur en kwaliteit te houden. Want anders worden mensen misselijk in zo'n wagon. En dat hebben ze ook voor elkaar gekregen. Een eigen microklimaatsysteem hebben ze ontworpen. En het is heel uniek wat ze hebben gedaan. En ze kunnen nu continu de hoeveelheid frisse lucht die ze binnenbrengen met de uitgeademde lucht, ze kunnen het compenseren. Er wordt geen koude lucht naar binnen gehaald, maar ze compenseren het in een heel uniek systeem.
Dat is gewoon heel mooi. En het is ook getest alweer. En het kan tegen extreme temperaturen van min 55 à 60 tot boven de 55 à 60 in de plus. En ze kunnen de temperatuur binnenin dan houden op tussen de 18 en 23 graden Celsius. Nou, dat is gewoon heel uniek. Welke projecten zijn nu officieel bekendgemaakt? Dat is voor jullie denk ik heel belangrijk. Daar zit iedereen op te wachten om dat te weten. En het eerste is een delegatie van Dubai Roads en Transport. De RTA die heeft deelgenomen aan, wat ik daar straks al zei, de Innotrans in Berlijn. En daar hebben ze de route van 15 kilometer met 21 stations bekendgemaakt. En ze hebben het zelf publiekelijk aangekondigd. En de rest van de projecten gaan ze dus niet onthullen. Dat is wat ik daarnet al gezegd heb, vanwege dus afspraken met de partners, maar ook uit veiligheidsoverwegingen. En natuurlijk, want er is oneerlijke concurrentie, nog steeds. Het is heel erg jammer, ja, het is zielig erg dat het is, maar het is gewoon zo. Dus daardoor kunnen ze ook niet alles naar buiten brengen. Maar inmiddels weten we gewoon al heel veel en weten wij gewoon, het zit goed. Dit hebben de Arabieren naar buiten gebracht. En ik heb het even in het Nederlands vertaald, wat ze daar eigenlijk schreven. En dat was dat ze 8400 passagiers per uur kunnen vervoeren. Dat een totale lengte heeft van 15 kilometer met 21 stations. Modern ontworpen pots voor de torens in Dubai. Dat ze een futuristisch model hebben dat verbindt de meeste vitale gebieden van Dubai. Dus, en het past gewoon helemaal tussen de stad. In harmonie met de stad hebben ze het ontwerpen. Dus. En ook hele mooie metrostations. En dat zie je hier. En dan zie je de twee onderste. Daar hebben ze zelfs een landingsplatform gemaakt voor helikopters. En bovenin zie je wat voor stations dat kunnen zijn. En hoe weinig ruimte dit maar in beslag neemt. Dus dat kan overal gebouwd worden. Dan hebben ze het eerste traject wat we daarna hoorden, wat bekendgemaakt werd. Dat was in Nigeria. En dat is van het eiland Tinkat, Island, rechts bij die pijl in het rood zie je daar staan, naar Laos. Dat is 20 kilometer en die 20 kilometer gaat 280 miljoen kosten, inclusief natuurlijk alles bij elkaar. En daar is een handtekening voor gezet en dit wordt gebouwd. En wat zegt Nigeria? Die zegt het zal de vervuiling drastisch verminderen doordat zware vrachtwagens niet meer over de weg hoeven te rijden. Die kunnen wegblijven. En dan komt er hier milieuvriendelijk vervoer voor in de plaats. Dat is gewoon heel mooi. Ook in Indonesië, Jakarta. De Indonesische regering die gaat de huidige hoofdstad Jakarta op het eiland Java vervangen. En een nieuwe hoofdstad wordt er gebouwd op het eiland Borneo. Dat hebben ze in 2019 al bekendgemaakt. En volgens de president Joko Widodo is de mega metropool in Jakarta met zijn 11 miljoen inwoners niet meer geschikt. Stadsdelen aan de kust staan regelmatig onder water, zij liggen onder zeeniveau. En daarom gaan ze een nieuwe hoofdstad bouwen. Maar in een van de districten van Jakarta wordt nu de verhoogde baan aangelegd met een lengte van ongeveer 8 kilometer. Als er dan een keer water staat, is het natuurlijk niet zo erg. Als je dan kijkt wat de snelheid is van reizen, met de auto doe je 25 minuten over, met de bus 50 minuten en met je niet-gestringtechnologie maar 3 minuten. Dat is gewoon heel mooi. En rechts die plaatjes, dat zijn de plaatjes dat ze het officieel maakten. Er zat een hele delegatie zat er nou bij, maar hier hebben ze officieel hun handtekeningen gezet en dat liet ze aan het publiek zien wat daar zat. Nou gaat de nieuwe hoofdstad van Jakarta, die gaat Nusantara heten. En daar gaan ze dus dit stringvervoer ook bouwen. En daar hebben ze zijn gesprekken nog mee bezig. En dan El Salvador, die gaat het ook doen, die gaat het ook bouwen. In 2022 zijn ze actief gaan samenwerken. En de commissaris voor de strategische projecten, die maakte zijn ambitieuze plannen van de regering bekend. Om dat met Unisci stringtechnologie toe te passen. Zodoende mogen wij weer het naar buiten brengen. De specialisten van El Salvador hebben de eerste fase van het project met succes afgerond. Ze hebben de routeoptie uitgewerkt en evenals de configuratie en localisatie van de stedelijke complexen. Dus zij weten al wat er gebouwd gaat worden en ze hebben het al afgerond. Dat wil zeggen, een berekening en voor waar de trajecten moeten komen, dat duurt ongeveer een jaar, anderhalf jaar. En daarna duurt het ongeveer een jaar, anderhalf jaar te bouwen. Dat wil zeggen dat ze hier al meer dan anderhalf jaar aan bezig zijn geweest en dat we over anderhalf jaar waarschijnlijk horen waar het traject staat.
En de regering Sonsonate zit hier. En die heeft ook interesse in de efficiëntie en de vlotte integratie ervan. En zij ontwikkelen in de omgeving een groot aantal bezienswaardigheden. Daar ligt het, Sonsonate, in El Salvador. En daar worden passagiersterminals gecombineerd met ankersteunen. En zo kunnen stations ook gebruikt worden voor commercieel vastgoed. Dat is gewoon heel mooi. Deze aanpak heeft dan een positief effect op de gehele economie van de stad. En het verkort de terugverdientijd van de complexe plekken ook nog eens een keer. En dan is er net vorige week een congres geweest in Salamanca in Spanje. En daar hebben ze ook een project naar buiten gebracht wat er helemaal ontwikkeld gaat worden. En daar heeft Chinese technologie zichzelf ook aangeboden voor de vervoersoplossingen voor de slimme stad. Daar kan ik straks iets meer over vertellen. Heb ik net vanmiddag gehoord, dus dat heb ik ook nog snel hier in de presentatie tussen moeten zetten. Maar dat komt. Ze gaan de bouw van een viaduct voor de Unilight afronden. Dit is dus een viaduct wat gebouwd is. Dit is een echte foto. En zo kunnen ze de stationgevels, evenals in de elektrische installatie werken, allemaal gaan bouwen. Het nieuws wat bekendgemaakt is aan het eind van het jaar is dat de Verenigde Arabische Emiratentak die heeft de voltooiing aangekondigd van de eerste fase van de certificeringswerkzaamheden. De TÜV, dat is heel belangrijk, de TÜV-SW, dat is de standaardisatie van de certificatie. Die heeft een conformiteitscertificaat afgegeven volgens de internationale normen van AWS en BSEN. Dus gewoon een certificaat voor de internationale normen over heel de wereld. Ze hebben ook een reeks van de werkzaamheden uitgevoerd voor deze certificering. En ze testen dan alles. En niet alleen de bekabeling, maar ook de staalconstructie, die pilaren, de tusseling, de steunen, de stations, alles wordt getest. En dit is een eerste stap op weg naar een volledige certificering van Testbaan 4. En Testbaan 4 is op dit moment klaar. Na voltooiing van een reeks werkzaamheden zal dit het verkrijgen van een certificaat voor veiligheidsconformiteit mogelijk maken. En daarna zal dit het verkrijgen van officiële toestemming voor de Sharia-autoriteiten zijn voor de pilotoperaties waar ze nu mee bezig zijn. Dat zal zulke gesprekken iets makkelijker worden ook nog. Ze hebben ook een deskundige beoordeling van het transport. Ook zie dat ik de rode letters niet in zwart heb gemaakt. Sorry daarvoor, het was de snelheid. Maar deze wetenschappelijke organisatie die overtreft andere transportsystemen. Het kan de noordelijke zeer koude regio's toegankelijk maken. Het kan de problemen voor duurzame ontwikkeling in arctische werelddelen, koude werelddelen, om beter te zeggen, kunnen daardoor worden opgelost. Daardoor vergroot de mobiliteit van het goederenvervoer en natuurlijk ook het passagiersvervoer, maar ook de levenskwaliteit van de bevolking wordt verbeterd. Want die delen van de landen waar er heel veel sneeuw valt altijd, die zijn in de winter gewoon heel moeilijk bereikbaar. En dan zeggen experts zeggen, Indisch transport en infrastructuur is in staat om verbeteringen aan te brengen van de stadsplanning, de ontwikkeling van afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden, verbeteren van organisatie en productie en logistieke ketens. Daardoor is er comfortabel wonen en werken langs deze communicatielijnen. En dit zal de mobiliteit van de bevolking aanzienlijk vergroten en natuurlijk ook weer dat ze makkelijker overal dingen kunnen vervoeren wat ze verbouwd hebben, want niet alles wordt buiten verbouwd. Nou hebben ze ook het contact met de Verenigde Arabische Business uitgebreid. En de stringtransport heeft grote belangstelling gekregen van het bedrijfsleven in de Verenigde Arabische Emiraten. En Anatoly Yuninsky verzekerde de bezoekers, dus van het bedrijfsleven, met welke toewijding er is gewerkt aan het hoge ontwerp en aan de constructienormen, aangezien dat de fundamentele basis is voor het waarborgen van de veiligheid voor alle U-Sky transport- en infrastructuurcomplexen. Ze hebben een memorandum ondertekend tussen Youscovery, DMCC en de Peace City World. En dat is op die beurs of die bijeenkomst geweest in Salamanca in Spanje in januari, eind januari. En dan hebben we het weer, Oleh Saretsky, die zullen we telkens weer tegenkomen. Als je die tegenkomt, die naam, dan weet je dat er iets belangrijks gebeurd is. Die was op het congres en daar heeft hij van alles verteld en toegesproken. En wat vertelde hij? Dat naast dat Sharia, ook en Spanje dan, ook Tunesië, Turkije en Oman handtekeningen hebben gezet voor te gaan bouwen. Dus hier zitten landen tussen die jullie nog niet gehoord hadden. Maar er is dus sinds
vandaag bekend geworden. Deze landen ook een aantekening hebben gezet. Dus het gaat heel, heel snel. Wat je nu allemaal hoort, welke landen. Ik heb ook begrepen dat er al landen in de wacht moeten staan. Omdat eerst andere trajecten die het eerste zijn gekomen, eerst nu berekend en gebouwd gaan worden. En dat die landen pas daarna komen. Ze hebben ook gepland voor een vreedzaam project. Dus ze hebben heel veel gepland. En dan hebben ze het over goedkope lijnvluchten maar naar Spanje, maar ook in de Stad van de Vrede, is van het Koninkrijk van Saoedi-Arabië en de Stad van de Wereld van Tunesië. En ook checken ze de beschikbaarheid in Turkije, in Villadorp in Ankara. Sorry, het wordt weer een beetje moeilijk. Ook in Egypte en in Senegal en Irak is er dus... zijn er dingen besproken. Dat is wel heel mooi. En er zijn initieel eerste gesprekken in overweging gekomen in Indonesië, Korea, Paraguay, Tajikistan, Sudan en Kazachstan. Financiële gevolgen zijn er niet. Raar om te zeggen. Maar wij hebben niks te maken met de problemen die op dit moment in Oost-Europa zijn. Want onze financiën zitten op drie verschillende plaatsen in de wereld. En dat is bovenin bij Cyprus, middels in Vanuatu en onderin bij de Cayman-eilanden. En daar werken we. We werken ook met de cryptocurrency. Dus dat kan over heel de wereld vrijelijk verhandeld worden. En omdat we in die landen zitten met ons geld, mocht er ergens ooit iets gebeuren, er is totaal geen probleem voor de Skyworld Community, want wij zijn Europees bedrijf. Kijk, hier zitten ze. Mooi te zien. Ik denk dat ik nog maar 6 minuten heb om mijn verhaal te vertellen. Want meestal hebben we een kwartier na afloop. En meestal een volle uur, om 9 uur, zou het stoppen. Ik heb nu tot 9:15. Dus mocht ik daar het laatste stukje eruit vallen, dan weten jullie dat. Maar om nu even te zeggen, crowdfunding is goedgekeurd door de Emiraten. De hoogheid, Sheikh, heeft het dus goedgekeurd. Omdat ze het nu zakelijk helemaal goed geregeld hebben, dat crowdfunding volgens hem nu een hele goede manier is om gelden binnen te halen. Omdat Skyworld Community het geld binnenhaalt voor de bouw van de stringtraject. En die geeft het aan Anatoly Janinsky, aan de fonds daarvan. En die kan daarmee bouwen. En daar hoeft geen geld voor terug te komen voor het bedankje. Want wij in Skyworld Community krijgen onze gelden als we iets doen daarvan. En ook de certificaten worden gegeven door Skyworld Community. Die hebben die onderdelen ervan. En het geld wat binnenkomt, wordt elke maand overgemaakt naar Skyworld Community. Of Skyworld Community naar Anatoly Janinsky's streamtechnologie. Het is ook veilig. Want in dat rode lijntje, dat hele dunne lijntje wat je ziet, als daar een persoon binnenloopt, dan detecteert een wagon dat. En dan stopt hij. En als die persoon naar de wagon toe loopt, gaat hij zelfs achteruit. Dus het is heel veilig. Ongelukken zullen heel moeilijk kunnen gebeuren. En waarom investeren mensen in New Sky? Omdat dit geen schadelijke stoffen uitstoot, dat de snarroute ook minder land nodig heeft, dat het natuurlijk landschap daardoor niet veranderd zou worden. En dat er ook vooral de veelbelovende gebieden in het Midden-Oosten en Azië heel blij zijn hiermee. Want daar is een grote bevolkingsgroei en er zijn nog weinig goede wegen. En daar kan het vervoer van Anatoly Janinsky met zijn stringtechnologie, komt daar heel goed van pas. Die landen zijn ook super enthousiast. Er zijn 15 fases berekend. We zitten nu in 14.3 en na 15 zal het stoppen. Ik heb begrepen dat we nog een paar maanden in 14.3 zitten. En dan komt 15 en die zal zeer kort zijn, is mij gezegd. Dus het gaat heel snel nu dit jaar. Dit jaar sluit heel fase 15, is me verteld. Wil je wat informatie erover weten, dan kan dat. Dan kun je naar deze twee sites gaan. En de nieuwste site is eigenlijk ust.inc, dus Janinsky String Technology Inc. Janinskystringtechnologie.inc en daar kun je alles lezen. Dat is eigenlijk voor ons allemaal het belangrijkste. En mensen die technisch graag iets willen weten, ja, die hebben daar straks kunnen zien waar ze dan naartoe moeten. Wil je nog iets meer weten of naar mijn beetje hectische presentatie, doordat het te laat moest en kon beginnen, dan kun je me altijd bellen. Ik ben vanavond nog bereikbaar, ook morgen
Neem ik niet op, spreek dan even iets in of stuur een WhatsAppje, dan kan ik je terugbellen. Ingesproken berichten lees ik, hoor ik ooit wel een beetje te laat, maar een WhatsAppje sturen is wel makkelijker. En anders kun je ook Earl bellen. Earl en ik zijn de twee personen die de webinars geven, die ook van alles op de hoogte zijn. Doordat we ook telkens bijgepraat worden door het bestuur met de informatie die er is. En alles wat je nu hoort is gewoon officieel naar buiten gebracht. En dan denk ik dat we daar heel goed aan hebben gedaan om hierin te investeren. Want wij worden hier straks voor beloond dat we dit project hebben kunnen laten bouwen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ken je nog mensen die... waar je denkt